Het toevoegen van een nieuwe beheerder binnen je website is heel makkelijk. Klik bij gebruikers op nieuwe toevoegen. Vul de gebruikersnaam in. Een e-mailadres. En schakel de optie nieuwe gebruiker een e-mailbericht sturen over hun account in. Selecteer bij de rol beheerder. Je zorgt er nu voor dat diegene alle machtigingen heeft om je website te beheren. Klik daarna op Nieuwe gebruiker. Het systeem zou nu een gebruiker aanmaken die de beheerdersrechten heeft over jouw website. Diegene krijgt erover een mail met daarin zijn inloggegevens. Je hoeft nu verder niks meer te doen.